Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op dit moment trekken de wolken over Nederland en van het westen uit valt er ook van tijd tot tijd regen. Maar er zit een achterkant aan en dat betekent dat we vandaag de zon ook nog wel gaan zien. Maar vanochtend niet, dan is het grijs met de meeste regen in het noorden, 5 tot 8 graden op de thermometers en een stevige westelijke wind. Vanmiddag draait de wind naar west tot noordwest langs de kust hard, misschien zelfs wel stormachtig, windkracht 8. En van het westen uit is af en toe de zon met nog een paar buien en een middagtemperatuur van 8 tot 9 graden. Vanavond nog steeds een paar buien, maar ook een aantal opklaringen en een temperatuur die langzaam wat gaat dalen. Dan gaan we naar morgen kijken en dat wordt een spannende dag. We beginnen met een paar buien, maar van het westen uit raakt het bewolkt en gaat er regen vallen. En in de avond kan die regen overgaan in sneeuw. Dan gaan de temperaturen omlaag tot die tijd een graad of vijf. Sneeuwval in de nacht naar vrijdag, eh, oplopend tot lokaal, misschien wel tot 10 centimeter sneeuw. En vrijdag overdag een enkele winterse buien met nog wat zon tussendoor. Dan het weekende, ook dan te maken met winterse buien, met af en toe wat zon tussendoor. En de temperatuur overdag van een graad of drie. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl